is leuk, we kijken een nieuwe video. Dit is een deel van onze voice of face review. Gaan we vandaag reageren op feels. Dus laten we gaan beginnen. Er zijn dus lange gele dingen. En er moet dus eigenlijk staan bananen. Oh. Hier zijn ze dus gewoon de ogen vergeten. En hebben ze verkeerd geplaatst. Ja. Nalt's McDo. Wie noemt nou zo de McDonald's? Oh. Het zijn zulke domme veels. Hoezo zet je hier een school, Nanny? Nee, de haar is verkeerd. Oh. Ze hebben letterlijk de oren en hun staart omgewisseld. Dat zou helemaal overkomen in het echte leven. Een konijn. Oh. Sinterklaas is hetzelfde als een konijn. Maar je is gewoon dom. Nee. Wrong. Oh. Ja, dat is handig. Een bord verkeerd om. Oh. Is ook zo dom. Wat? Hoe krijg je dit voor? Dit is dan sowieso fake. Ja. Want dit zou nooit. Oh. Dit is gewoon een. Wat? Dit is denk ik gewoon een fabrieksfout. Hier kunnen ze niet heel veel aan doen. Adidas. Nice. En vier van die dingen. Oh, dat is normaal ook. Drijft op water. Drijft op water, ligt op de bodem. Oh. Een broek is het. Maar hoe moet je die dan dragen als je een shirt wil gebruiken? Superman, gaan we even met Batman. Ik heb een Batman wel. Jongen. Do not pick up the puppies. Nou, dan gaan we toch even de vogels oppakken. Watermeloen. Waarom is dit zo dom? Hoeveel fouten kunnen er wel niet zijn? Komkommer, ja man. Ik heb wel een hele grote ronde. Dus wanneer hebben we komkommers? Oh, er moest staan third in plaats van derdste. Superman, ja. Jezus. Sommige mensen zijn ook gewoon echt dom. Sipternummer. Oh, handig. Hoe wil je er ooit gaan vasthouden? Bub. Ja, ik zit ook wel eens in de bub. Dat is gewoon een mix van een bus en een trein. Ik weet niet wat het is, maar het is een bub. Big Apple, niet Big. Zijn ze de G vergeten? T-shirts. Nou, was het maar zo'n feest. Ja, is vrouw net droegen. Ja man, wodka aan kinderen. Handig. Doe ik ook. Ja. Oh. Die heb ik laatst ook al gezien. Oh mijn god, die is heel erg dom. Hallo Akbar. Bum, bum. Wat de fuck? Ach, oh, de ogen zitten aan de verkeerde kant. Op zich de ene oog goed geplakt. Waarom? Hoe dom ben je dan? Weer, hoe dom ben je dan? Geen woorden. Oh mijn god. Spider-Man. Nog een keer. Hoe vaak kun je dat fout doen? Dat is toch ook gewoon één keer? Pepsi en cola door elkaar. Lekker. Ik kan geen eens lezen wat er staat. Geen. Dat heb je toch wel door dat je dit verkeerd doet?
diploma do not bend. Oh mijn god. Fanta, en dan stoppen we de koppen. Oh, dit is echt gewoon een fabrieksfout of zo. Maar met hoeveel fles is dat dan gebeurd? Nee. Oh mijn god. Goede ventilator, die slaat nog van het dak naar beneden. Ja. Banaan met ananas. Dat, zo noem ik mijn banaan ook opeens. Alleen dan kun je ook nooit door rood rijden. Ik denk eerst dat het eerste verkeerslicht was en daarna of zo. Wat de fuck? Waarom zou je ijs zo schrijven? Lijkt me sterk. Popcorn uit de diepvries. Ja, ja, ijs stop ik ook in de pan. Logisch toch? Dat is volgens mij pasta. Hallo. Gelukkig. Voor de mensen die kleurenblind zijn, er staat op gele auto, maar het is een roze. Kijk hoe me daar. Wat? Hoe wil je hoofd aan je kontkant hebben? En een wiel door je lichaam heen. Dat is geen scheet, dat is dat ik zo met mijn broek erlangs zeg. Oh, waarom is alles geel? Mama, de verpakking zit wat anders. Wat? Oh, dit is gewoon echt iemand die niks kan gedaan. Dus... OG. Ja man. Fortnite. Ja, wij denken meteen aan Fortnite. German. Oh, nice. Een neushoorn, ja inderdaad, een neushoorn. Die bedoelde... Maar ik snap niet waarom de tekst erboven wel goed is geschreven, maar het logo niet. Oh. Die weet nog steeds niet het verschil tussen rechts en links. Er zijn ook mensen op je oog die gewoon de ogen aan de andere kant verstaan. Goede reclame. Die heb ik echt heel vaak gezien. Wel een goede reclame voor mannen. Dit snap ik echt niet. Is a cop is a con. De job is waar dan. Oh, de. Oh mijn god. Ben je dom? Batman. Die heb ik volgens mij ook nog op een school gezien. Iemand dat had. Zot. Ja, was maar meneer, ik reed daar langsheen. Want er stond zot en niet stop. Nou, hoe doe je dat andere laad nou dan weer open? Oh, wat dacht deze kerel ook? Laat ik even over een auto een streep zetten. Maar hoe willen ze dat doen? Geen idee. Ketchup, mayonaise en mosterd. Oh mijn god. Ze is nu niet smaakt mayonaise en mosterd. Uien. Zo zien bij mij de uien er ook uit. Zo zijn ze bij ons ook op het bord. Dat is bij de mediamarkt of zo. Dit is gewoon het tegenovergestelde. Ja, een spin. Mensen, dit was de video. Hallo, ik ben nieuw op het kanaal. Kunnen we de 20 likes halen? Like en abonneer. Dit was de video voor vandaag.